In Gemeentenieuws, het voorlichtingsprogramma van de gemeente Zomeren, besteden we aandacht aan het Paulusproject. Zomeren krijgt 2 nieuwe woonzorgvoorzieningen. Daarvoor hebben Wokom, Kempenhagen, Oro en de gemeente Zomeren onlangs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Nu komt er op donderdag 1 februari een informatieavond. En wethouder Theo Maas is op bezoek bij een van de bewoners die straks verhuist naar het Paulusproject. Met de Theo Maas, Zomeren krijgt 2 nieuwe woonzorgvoorzieningen. Daar bent u heel erg blij mee. Ja, daar ben ik zeker heel erg blij mee. Want ze noemen het zorgwoningen, maar het zijn natuurlijk woningen voor mensen die al heel lang in de Zomeren wonen. En nieuwbouw is ook heel hard nodig, hè, want voor een aantal mensen betekent het dat ze naar een nieuwe woning gaan. En de plek waar ze nu wonen, hè, we zijn hier in de Munnikenstraat, daar hebben ze al heel lang gewoond en zijn echt wel aan vernieuwing toe. Maar deels zijn het ook woningen voor nieuwe mensen. Hè. Ik ben een jaar of 7, 8 geleden al eens aangesproken door ouders van, mijn zoon is 15, 16, 17. Die heeft een beperking, die heeft bij zijn wonen in de toekomst ook zorg nodig. Waar kan die straks terecht? En ik ben heel blij dat we nu zover zijn. Ja, Zomeren doet er veel aan, waarom Zomeren zo actief? Ja, waarom? Omdat heel Zomeren, en ik ontmoet dat in de gemeenteraad, maar ook op straat, we het heel erg belangrijk vinden dat we een allemansgemeente zijn. Dat iedereen hier welkom is, iedereen hier op zijn manier mag wonen, werken, leven. En daar ben ik trots op. Ja, want het is wel een feit, hè? Het straatbeeld is veranderd. Vroeger zag je ze nauwelijks, de mensen die hier wonen, en nu zie je ze overal. Ja, precies. En ik vind dat heel mooi. Dat toont ook gewoon dat we een hele diverse samenleving hebben, een diverse gemeenschap, ook hier in Zomeren. En dat iedereen er hier gewoon bij hoort. Ja, het wordt een mooi plan en een groot plan. Het is 2x24, hè. Dat lijkt heel erg groot, maar ik heb ook begrepen, hè, het zijn maar 2 bouwlagen, dus het past heel goed in de omgeving. Ik vind ook dat Wokom daar op een hele fantastische manier aan meewerkt en Oro en Kempenhagen natuurlijk. Ik ben daar erg blij mee. Diana Oudshoren van Oro en Jo Evers van Kempenhagen. Hoe reageerden jullie bewoners op het grote nieuws van 2 nieuwe woningzorgvoorzieningen? Diana? Nou, hier waren ze heel erg blij. Al lang verwacht natuurlijk, al lang over gepraat. Maar nu de kogel door de spreekwoordelijke kerk is, waren ze erg blij. Ja. Jo, bij jou hetzelfde? Ja, bij mij hetzelfde. Bij mij wonen ze nu op de Dommel en op de Amer, ook hier in het Zomeren dus. En we zijn al langer aan het zoeken naar een nieuwe woonplek voor deze mensen. En ja, we zijn heel blij met deze plek die nu gevonden is. Ja, want waar ze nu zitten, die huizen voldoen niet meer? Of ze zitten verkeerd? Nou, ze zitten zeker niet verkeerd. Ik denk dat ze heel fijn wonen hier in dit gedeelte van Zomeren. Maar waar behoefte aan is, is toch wel wat meer ruimte. Zoals je kunt zien, is het toch wel vrij klein hier. Kunnen we personeel niet effectief inzetten. En hebben mensen geen ruimte om elkaar goed te ontmoeten. Dat zijn wel belangrijke dingen. Ja, de huizen worden gewoon groter voor appartementen. Ze krijgen een apart appartement met alle voorzieningen? Ja, ze krijgen dadelijk allemaal aparte appartementen. Op dit moment wonen ze eigenlijk in, net als deze, in gezinswoningen. Iedereen heeft een eigen kamer en er is een grote woonkamer. En het concept voor de nieuwbouw is dat mensen gewoon in een appartement of studio gaan wonen, waar ze zich wel kunnen ontmoeten. Maar de persoonlijke ruimte, wat Diana ook zei, ja, die wordt echt up-to-date met een eigen badkamer, eigen keukentje, eigen slaapkamer. Ja, maar ze worden dan wel op een kluitje, zeg maar. Dus ze gaan elkaar meer ontmoeten? Nou, zeker de appartementbewoners, die krijgen dadelijk een ontmoetingsruimte in de nieuwbouw. En die hebben daar echt de gelegenheid om samen goed te eten in een ruimte, samen elkaar te ontmoeten, een bezoek te kunnen ontvangen. Een veel betere uitvalsbasis om dingen met elkaar te delen. En dat is hier gewoon heel erg lastig. Ja. Dus dat is dadelijk zeker een stuk prettiger. Ja. Nou, onze ervaringen nu, op de Dommel en Namen in ieder geval, zijn heel positief in de buurt. Mensen wonen er ook al dik 20 jaar. En eigenlijk horen we nooit vreemde dingen als wat ze ook van mij horen. Nee. Dus dat is alleen maar prima. Ze horen er echt bij. Ja, hier in de wijk helemaal. Sommige bewoners hier, dus ze verhuizen 100 meter verderop. Vonden ze ook erg fijn, want de buurt is natuurlijk al wel bekend. Sommige buurtbewoners hebben een aandeel hier zelfs gehad in vrijwilligerswerk of andere contacten liggen. Dus veel bewoners vinden het fijn dat ze in deze wijk kunnen blijven wonen. Ja, ja. Frans-Josef Horstenbach, jij woont hier op de Munnikenstraat 13. Je gaat verhuizen en daar ben je niet zo blij mee, of wel? Ja, als ik moet, dan moet het. Nee, maar dit is geen punt.
Nee? Nee. Maar je krijgt dadelijk een grotere ruimte. Nee, is wel bedoeling. Ja. Maar ik heb wel bekeken van alle rond, van de kopie meegekeken, van het plattegrond gekeken. Ja. En kom je dan precies hetzelfde uit van het appartement, maar dan heb je meer ruimte. Ja, je kunt de spullen meer kwijt. Dit is wel bedoeling. Ja, het gaat veel te veel spullen, of niet? Nou, niet zo groot, maar wel gedeelte. Ja. Maar ik heb wel een paar verhuizen en dan maar moet toch een paar jaar wachten. Dat vind ik niet erg. Oh nee, maar ik heb hier de eerste heb ik hier goed naar mijn zin. En we hebben het ook gebracht door het natuurgebied. Ja. En maar ik heb wel tijd voor. Maar je denkt wel dat hij goed naar de zin krijgt daar, of niet? Absoluut. Goedemiddag. Manny Lintermans, wanneer kreeg je te horen dat jullie gingen verhuizen? Nu Diana bekend was dat wij gingen verhuizen, dat er nieuwbouw hebben wij in de weekraad te horen gekregen. Ja. Wat vond je ervan toen je dat hoorde? Super. Oh, je wil graag hier weg? Het is wel even spannend hoe alles een beetje ruilt en zeilt een beetje. We hebben nu een ruwbouwtekening gezien. Ja. En voor iedereen zijn er best wel heel veel vragen wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, zoals, wat is jouw vraag? Wat maak je meest druk om? Hoe groot het huis wordt, een beetje. En ze zijn nu ook nog bezig met de schuur, want er komt een heel klein schuurtje. Dus we willen eigenlijk een grotere schuur hebben. Ja. Want iedereen heeft meestal een driewieler en ik heb een elektrische fiets. Dus ik wil wel dat die goed opgebergd wordt. Ja, maar dat zijn goede argumenten. Er wordt natuurlijk naar geluisterd, of niet? Ja, zeker. Ja. En je moet groter wonen, want je hebt veel te veel spullen hier staan, of niet? Dat klopt ook. Ja? Ja, maar dat vind je wel leuk als je een grotere ruimte krijgt. Zeker. Ja. En ik vind het maar een rottrap hier, maar dat vind jij wel gewoon normaal. Ik ben het wel gewend, maar net als ouderen die hier binnen willen komen bij mij op bezoek, die vinden dat wel een beetje vervelend. Ja, die zou als de jouw lag vandaag nog gaan verhuizen. Als het kon wel. Ja. Nou, dan moet je even wachten nog, hè? Zeker. Dat geduld heb je nog? Dat geduld heb ik nog. Roland, je woont hier op de Amer 84 in Zomer. Hoe lang al? 17 jaar. Ja. En hoe vind ik het hier? Goed. Ja. Want ik vind het heel erg leuk dat ik binnenkort naar een ander vertrek ga. Of tenminste naar een nieuwe woning hier in Zomer. Want je bent het hier hartstikke zat. Ja, want het is al heel erg lang en we hopen eraan te komen. Ja, en wat denk je allemaal wat er beter wordt straks? Als je naar het centrum van Zomeren gaat? Dat we heel snel naar de winkels kunnen. Nog sneller? Sneller dan hier. Want het is, hier moeten we het altijd met een busje doen, maar dan kunnen we te voet. Ja. Want jij gaat graag naar de winkel? Heel graag en vooral met mijn vrijwilliger. Ja. Dat is Gerard? Ja, Gerard van der Voort die gaat graag winkelen en als het personeel ons de boodschappenlijst geeft, dan krijgen wij altijd hulp van de mensen van de Jumbo. Jullie gaan elke dag? Elke vrijdag. En dan gaan we samen te winkelen en graag op een terras zitten om dan een drank te nemen. Straks ga je wonen op een andere plek. Wat gaat er veranderen? Nu slaap ik nog beneden, maar dan gaat er een lift in het gebouw komen en dan slaap ik ook boven. Dan heb ik een appartement in mijn huis en dan is de kamer in dit geval groter. Ja, en daar heb je wel nodig, ja, een grotere kamer. Ja, want de kamer die mag dan groter zijn en een appartement die is groter, want er zit een douche en er zit een, daar kun je dan je machines waar je mee wast. Ja. En de meubels die zijn groter en je hebt een heel grotere ruimte. Want je kunt ook je spullen en de machines waar je mee wast en droogt, die staan er dan ook. Ja, je kunt eigenlijk niet wachten, of wel, om te vertrekken? Liefst vandaag nog. Als het enigszins kan, zou ik er nou al in stappen.
René, je werkt hier bij de kringloop Ona. Hoe lang werk je al hier? Ja, 3, 4. Ja? Wat doe je hier allemaal? Boeken sorteren, kijken wat weg kan. De rest allemaal daar in de rekken zetten. Een beetje sorteren. Ja. Maar je moet de boeken eerst lezen voordat je ze weggooit, hè? Ja. Ik heb alles gelezen hier. Alles. Voorgebladerd. Ja. Je woont in de zomer, in de Dommel, hè? Ja. Je gaat verhuizen? Ja. Hoe vind je dat? Ja, schitterend, hè. Tenminste, dat moet dan blijken. Dat moet dan blijken, ja, want het moet gebouwd worden. Ja. Maar toen je dat nieuws hoorde, wat dacht je toen? Ja, goed, wat dacht je toen? Ik vond het prachtig. Ja, waarom? Je woont nou niet goed? Nou, het is allemaal te klein, het is allemaal te krap. Ja, ik kan de boeken niet in kwijt. Nee, ik kan de boeken niet kwijt, nee. Je gaat nou op een andere plek wonen. Hoe gaat het huis eruit zien? Weet je al, hebben ze al iets verteld? We krijgen een nieuw eigen appartement. Nou hebben we alleen een slaapkamer met plaats waar je alleen een bed en de kast kunt zetten. Ja. Maar dan krijgen we een appartement waar alles bij in zit. We krijgen toilet alleen, douche alleen. Echt huis, ja, zou je kunnen zeggen. Ja, dat gaat nog even duren, hè? Je moet nog even wachten. Dat kan even duren, ja. Ja. En intussen blijf je hier gewoon werken bij de ONA? Ja, natuurlijk, uiteraard. Ja, maar waar zijn ze leuk aan? Nou, mijn hobby is boeken, dus. Oh, zit ik hier wel goed, hè? Ja, natuurlijk. Ik vond het prachtig dat ze dat gedaan hebben. Ja, nou die verhuizingen bij, dus ik heb een hartstikke mooi leven. Tuurlijk. Ik vind het schitterend, echt waar. Ik zou het voor geen goud willen missen, dit. Werkelijk, ik zou het voor geen goud willen missen.